Look at this beast, boys. Ah. Goedemorgen, dames en heren. Leuk dat jullie er zijn bij deze gloednieuwe vlog. Vandaag is het een hele leuke dag. Want hier in mijn kamer staan twee grote pakketjes. Wij gaan namelijk vandaag iets heel erg leuks doen. Waar ik eigenlijk al eerder aan wilde beginnen. Alleen, het pakje had vertraging met de postservice. Dus die kwam wat later. Toen kon het niet. Laatst hebben wij namelijk een bureau gemaakt. Gemaakt. Alleen eigenlijk gezaagd in de juiste grootte. En nu gaan we dat bureau vandaag in elkaar zetten. En gaan we met deze dingen achter mij een nieuwe set bouwen. Want wat zit hier namelijk in? Een nieuw toetsenbord, een nieuwe muis, een nieuwe headset. En een nieuwe computer. Let's go! Er zit gewoon hier een nieuwe computer in. Kijk even. Holy. Dus wat nu het plan is, is mijn kamer even helemaal opruimen. Genoeg ruimte maken. Dit bureau in elkaar zetten. En dan gaan we mijn nieuwe computer openmaken. Holy. Ik heb hier zoveel zin in. Echt ziek. Ik heb hier echt heel veel zin in. Dus ik hoop jullie ook. Laten we beginnen met een beetje opruimen hier. Want het is hier echt een aardige rotzooi. Kijk, hier liggen allemaal spullen nog op de grond. Hier liggen allemaal dingen in de weg. Hier moet zometeen het bureau komen. Dus ja, dan moet dit ook even aan de kant. En zoals jullie zien is deze setup ook helemaal eigenlijk een rotzooi. Nou, daar gaan we binnenkort zeker ook wat aan doen. Maar voor vandaag gaan we hier gewoon even een extra setupje bouwen voor de nieuwe computer. Speciaal voor de nieuwe computer. Ik heb er heel veel zin in. Ik hoop jullie ook. Laten we maar beginnen. Woehoe! Zoals jullie zien is het een beetje donker in mijn kamer. Dus daar gaan we ook even verandering in brengen. Hoppakee, en zo is het wat beter. Laten we aan de slag gaan. Ik heb een begin gemaakt. Ik heb namelijk dit aan dit gemaakt en die aan ook aan deze. Dus die zitten nu aan elkaar. Nu heb ik het blad op mijn bureau gelegd en een soort statiefje gemaakt, zodat ik nu mooi heel hard hier kan duwen. Want als je niet hard kan duwen met schroeven, dan gaat het niet goed. Dus als het goed is, gaat het werken. Ik ga nu de eerste twee poten eraan vastmaken. En hopen dat het goed gaat. Echt hopen dat hij het straks gewoon helemaal prima in elkaar staat. Want ja, bij mij gaat er altijd iets mis als ik iets zelf aan het maken ben. Doe ik weer iets doms of net niet handig. Dus ik hoop dat dit gaat werken. Laten we maar de poten gaan schroeven. Ik heb hier zoals jullie zien al mijn spulletjes meegenomen. We gaan namelijk eerst met een houtboordje in het hout boren voordat we een schroef erin doen, zodat het hout niet splijt. Goeie tip als je zelf dingen maakt. Eerst boordje, dan pas schroeven. En ik ben niet de expert, dus als ik iets fout doe, sorry voor de mensen die hier goed in zijn. Ik ga mijn best doen. Ik doe mijn best, meer kan ik niet doen. Hutsie! Ja, let's get it. Daar gaan we. Oh my god, jongens. Als allereerst wat kabels die er natuurlijk bij zitten. Standaard. Het nieuwe beest is hier dan. Eindelijk. Ongekend. We gaan even de doos kapot maken. Oh my god. Holy. Hij is zwaar. Hij is zo zwaar. Maar dit is hem, jongens. Mijn computer. Look at this beast, boys. Oh. Dames en heren, wat we gaan doen. We gaan even een stekker in het stopcontact doen. En we gaan de computer aanzetten. Dit omdat ik even wil laten zien hoe vet hij eruit gaat zien. En... Oh mijn god. Holy. Kijk al die mooie lampjes. Ja, ja. Het is heel licht in mijn kamer. Wacht. Snel. Doe het licht uit. Look at this beast, boys. Holy. Kijk hoe vet. Alles wat licht kan geven, geeft ongeveer licht. Dit is toch vet. Jullie zijn vast allemaal benieuwd wat erin zit. Maar als allereerst wil ik echt een grote shout-out doen naar YourBuild. Zij hebben me geholpen met deze computer. En ongekend, wat ziet hij er vet uit. Ik kan niet wachten echt om hem te gaan testen. Hallo, ik ben Bram. En dit is Koen. En wij zijn bij YourBuild. Wij hebben samengewerkt met Coole Master om deze super dikke Game PC van Quinn te kunnen bouwen. We wilden hem super graag zelf afleveren,
Maar wegens de omstandigheden kon dat niet. Ja, jongens, we hebben echt een hele mooie PC gebouwd voor Quinn. We hebben een Ryzen 3700X, we hebben een 2070 Super. We hebben een NVMe SSD erin zitten. Quinn, je kan weer super gaan gamen, super gaan streamen. En natuurlijk het allerbelangrijkste, weer hele dikke video's gaan editen voor je kijkers. Ik ben stiekem echt wel een beetje een game nerdje en hou wel van dit soort dingen. Ik vind het ook altijd vet hoe de binnenkant er bijvoorbeeld uitziet. En dat kunnen we natuurlijk hier goed zien. Maar jullie zijn natuurlijk ook benieuwd naar wat voor specs er allemaal in zitten. Kijk dan in de beschrijving. En wil jij nou iets van gaming accessoires, een gaming computer, een gaming laptop? Ga dan naar Your Build en fix daar je PC. Want echt, ze hebben echt een hele chille service. Ze waren hele aardige mensen. En ik wil ze nogmaals heel erg bedanken voor deze vette computer. Want holy, hij ziet er zo ziek uit. Nu is het tijd om dus de setup te gaan maken. Want dan kunnen we de computer gaan testen. Ongekend. Het beeldscherm staat er. Dit was niet een heel bijzonder werkje, dus ik heb dat niet gefilmd. We gaan de computer daar neerzetten. Ik heb me wel echt verkeken op hoe klein eigenlijk het bureau is. We hebben hier een volgend pakketje. Hier zit, als het goed is, een nieuw toetsenbord, nieuwe headset, nieuwe muis. Ik weet het niet precies, maar in ieder geval nieuwe gear. Dus die gaan we openmaken. Een nieuwe muismat. Holy, deze is sick. Deze is echt sick. Een nieuwe muis en een nieuw toetsenbord. En om even iets leuks te vertellen, deze spullen die hier dus staan, die kan je ook winnen. Ik geef deze namelijk allemaal weg op mijn Instagram. Ga dus even naar mijn Instagram, @uberquinn, en check deze giveaway. Want jij kan dus een toetsenbord, een muismat, een muis en een headset winnen. Ja, dat is toch sick. Wow, hij is groot, joh. Hij is echt groot. Hij bedekt bijna het hele bureau. De muis, ik ben benieuwd hoe dit speelt. Echt heel erg. Zoals jullie zien zitten er allemaal soort van luchtgaatjes in. Ik vind het idee heel vet. Ik heb dit al eens eerder gezien, maar zelf nooit gehad. Dus Cooler Master, heel sick. Dan hebben we hier de Cooler Master headset. Volgens mij zit hier ook RGB Lightning in. Dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval, een 7.1 surround sound wireless headset. Looks nice. Ik denk dat deze wel chill zit. Zo, ik hoor mezelf bijna niet meer. Hij is heel geluidsdicht. Heel chill. Sick toetsenbord, heel sick. Heel sick dit. Dit is echt mooi. Dit is echt, echt mooi, jongens. Kijk, dit is het toetsenbord. Ik zal hem straks nog wel ietsjes beter laten zien. Hele mooie background. Zoals jullie zien, mechanische toetsen. Maar wat ik bedoel met background, dit. Van een soort ijzerspul. Heel vet. Echt heel mooi deze. Kijk even, jongens. En meisjes. Hoe sick dit er nu even uitziet. We hebben hier een hartstikke mooie muismat met een mooie lampje. We hebben hier een hartstikke mooie muis. We hebben hier een toetsenbord met RGB light. En een computer met RGB light. Holy shit. We hebben gewoon onze eigen kleine setup even gebouwd. Wat is dit vet. Echt heel leuk. Echt vet. Nou, laten we maar even de computer gaan opstarten. Alles gaan installeren en even kijken of hij het goed doet. Ik laat het jullie zo meteen weten. Kijk hoe ziek ik even bezig ben geweest. Ik heb gewoon een dual screen setup gemaakt. Een beetje getoverd. Maar ik heb uiteindelijk iets gevonden wat wel goed was. Dit is eigenlijk een ding die je zeg maar hier maakt. En dan kan die hierboven een scherm. Maar nu heb ik hem even omgebouwd tot eentje die een soort statiefje voor een scherm. Zodat hij niet op het bureau hoeft te staan. Gewoon lekker zweeft. Kijk hoe ziek. Dit is toch even echt een zieke setup. Heb ik gewoon even in een paar uurtjes gefixt. De PC is trouwens echt niet normaal goed. Hij gaat snel, jongen. Het is niet normaal. We hebben hier gewoon Fortnite. Easy. Easy op 5 ping en kijk even naar de FPS. Easy 240 FPS. Kijk gewoon makkelijk. Hij kan het gewoon makkelijk aan. Hij schommelt niet, helemaal niks. Echt ziek. Nou, als ik hierop geen toernooitje kan winnen, weet ik het ook niet meer. Ik ga even lekker gamen. Heerlijk gespeeld hier. Heerlijke setup. Ik ben er blij mee. Je moet natuurlijk altijd even wennen aan bijvoorbeeld een nieuwe muis, nieuw headset, nieuw toetsenbord. Dat had ik wel even. Maar ik ben er ontzettend blij mee. Die PC is snel, jongen. En ik heb zelf nu een andere PC, mijn oude zeg maar. En die is al denk ik 6 jaar oud. Dus die was wel toe aan vervanging. En dat merk je ook. Ik kon bijvoorbeeld Fortnite niet eens goed spelen op 144 fps en dat soort dingen. Dus hij was toe aan vervanging. En dat heb ik nu. En ik ben er echt ontzettend blij mee. Heel erg bedankt nogmaals, Your Builds. En ik ga nu naar Isa toe. Kijk trouwens wat voor rotzooi ik ervan heb gemaakt. Deze setup helemaal weg.
Hier natuurlijk wel een mooi setupje gemaakt met een mooi bureautje. Maar dit gaan we binnenkort natuurlijk ook veranderen. Dit moet netjes, dit moet netter, want nu kun je niet meer bijvoorbeeld goed Beamer kijken. Maar ik dacht, voor vandaag is het leuk om hier een setup te bouwen. Nu gaan we lekker naar Isa toe. Ik ga daar lekker avond eten en dan ga ik daar slapen. Ik heb wel honger, dus ik kan het wel gebruiken. Ik heb eigenlijk nog niks gegeten, behalve ontbeten vandaag. Want ja, ik was zo druk hiermee bezig, dat het wel nodig is dat ik even wat ga avondeten. Ik ga deze doos alvast meenemen naar beneden. Dan kan ik die alvast opruimen. En voor de rest fixen we dit wel een andere keer. Meisje! Woehoe! Gekke meis in één keer! Hé, hey, wat bro! Ik moet rijden! Love you! Let's go! We are arrived. Isa die heeft vandaag gekookt. We hebben quesadillas. Zo heet dat, hè? Mm-hmm. Kijk, er zitten allemaal dingen in. Is lekker. Eet smakelijk, jongens. Isa. Ja? Hele moeilijke vraag op dit moment. Oh. Twee zelfs. Ja. De allereerste. Wanneer ben ik jarig en welk jaar ben ik geboren? 27 juli 2000. Oké. Hele moeilijke andere vraag. Deze moet je goed hebben, ja? Wat is mijn favoriete film? Oké, waar denk je... Iron Man. Waar dacht je nog meer aan? Dacht je nog aan andere films? Shit. Er is er nog één. Ja, hoe gaat die dan? Het is niet de Maze Runner. Nee. Ik heb wel... Oké, laten maar we... Maar met Iron Man was ik wel... Best goed, maar welke overtreft niet. Iron Man? Zeg maar... Fast and Furious. Nee, nee. Bij lange na niet. Het lijkt op Iron Man, alleen dan met meer mensen. Oh, Avengers. Goed zo. Nu is de vlog voorbij. Tot morgen, jongens. Hoe laat? 3:30. Wat moeten ze doen? Abonneren. Een blauw duimpje omhoog. En Isa volgen op Insta. En Quinny volgen op Insta. En mij ook volgen. Doei, jongens.